Mijn eerste dagen bij Xina. Mijn eerste dagen bij Xina. Mijn persoonlijke ambities zijn in de eerste plaats dat Xina de nummer 1 blijft en zijn marktpositie nog gaat verstevigen. Dat kan op verschillende vlakken. Dat kan eigenlijk met nog een aantal winkels erbij plaatsen. Absoluut, een aantal winkels die er nu zijn sterker maken, groter maken. En hoe kunnen we die groter en sterker maken? Dat is ook door meer aanbod nog te creëren, verder te gaan dan alleen maar een keuken. Zoals dat we weten, een keuken is ook meer dan alleen maar koken. Dus echt alles rond kunnen aanbieden, een leefkeuken, een salonnetje er rond, een mooie tafel er rond, een tv met een lounge stukje erbij. Dus die dingen veel meer dan alleen maar keuken aanbieden. Ik denk dat we daar zeker nog werk hebben. We zien ook dat de keukens evolueren. Als je ziet naar hoe dat de keuken van onze grootouders eruit ziet en hoe onze keukens er nu uitzien, dat is eigenlijk al helemaal niet meer hetzelfde als we alleen nog maar naar het aantal toestellen kijken. Dat de grootte naar wat dan mensen verwachten van een keuken, is dat al iets helemaal anders. Dus ik denk dat we ons merk Xina moeten klaarmaken voor de markt van binnen 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar en dat er nog heel veel op die keukenmarkt gaat veranderen.